Pretoria. Anders is die stad wat ons vandag ken. Sy toneelgeskiedenis kan nie geskei word van die politieke strominge wat die stadse ontwikkeling beïnvloed het nie. Toe goud in 1886 aan die Witwatersrand ontdek is, het Pretoria ook 'n tydperk van ongekende groei beleef, wat op die gebied van die uitvoerende kunste waargeneem kon word. Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog en veral na die annexasie van Pretoria in die jaar 1900, was het die Engelse toneelopvoerings en muziekblyspele wat geestdriftig ondersteun is. Die stad het ook 'n bloeiende muzieklewe gehad. Toe was Kerkplein nog die hart van die stadse sosiale bedrywighede. Die plek waar die Pretorianers gereeld vergader het vir allerlei feestelikhede, soos tydens hierdie gala week in 1924. Die vrugtinge het begin met dansvertonings deur die jeug. En daardie dae is Pretoria gereeld besoek deur oorseese vermaaklikheidsgroepe. Dit het duidelik geword dat Pretoria dringend 'n nuwe groot teater nodig gehad het waar opvoerings gehou kon word. In 1887 is dit eindelik in die behoefte voorsien toe die Alhambra saal op die suidwestelike hoek van Kerkplein verrys het. In 1888 is die naam verander na die Presidentteater en dit het die hoofsentrum van die uitvoerende kunste in die Suid-Afrikaanse Republiek geword. Dit was die verhoog en die brandskerm, vol advertensies. Die impresario Laskum Cyril het twee operettes, Talca en Bobadil, in die theater aangebied. Later is die gewilde Mikado deur die Pretoria Amateur Dramatic Society op die planke gebring. Ernest Cyril, die broer van Laskum Cyril, het ook 'n London Comedy Company daar laat optree. Na die annexasie van Pretoria deur die Britse magte, is die Presidentteater se naam verander na die Empress en nog later is dit weer herdoop na die His Majesty's Theater. In 1922 is die ou theater gesloop om plek te maak vir Parlementstraat, wat langs die huidige raadsaal verbyloop. In die tyd toe die theater as His Majesty's bekend gestaan het, is heel wat operas en operettes daarop gevoer. Die Tweede Vryheidsoorlog het 'n oplewing in die theaterlewe van Pretoria meegebring. Om almal, die belangstellendes en kunstliefhebbers te huisves, is die Operahuis op 27 Februarie 1904 in Pretoria Straat geopen. Hierdie theater is aan die begin veral deur die Engelse toneelgeselskappe gebruik. Talle puik oorseese geselskappe het gereeld daar opgetree. Die Operahuis was jarelang een van die belangrikste theaters vir die uitvoerende kunste in Pretoria. Die foyer van die Operahuis. Later is die ou theater hoofsaaklik gebruik vir bioskoopvertonings. Maar daar moet nog mense wees wat kan onthou toe hy nog swierig en deftig was. Toe operas, operettes en musiekblyspele gereeld daarop gevoer is. Vir hom was dit niks ongewoons om beroemde toneelkunstenaars te sien kom en gaan. En so het hy van buite gelyk. En so het Pretoria Straat gelyk destyds toe die gebou opgerig is. Maar in 1971 is die Operahuis ook, ondanks vertoë van verskeie liggame, afgebreek om plek te maak vir 'n nuwe winkelsentrum. Net die straatfasade het behoue gebleef. En dan was daar ook nog die Grand, het theater wat gestaan het op die hoek van Andries en Pretoria Straat. In die jare 30 is het hoofsakelijk gebruik vir bioskoopvertonings, maar gelukkig ook elke dan en wan vir muziekblyspele.
Die muziekblijspel Sally was in Engeland een groot treffer. Toen die prins van Wallis Zuid-Afrika in 1925 bezoek het, is hier die productie met spelers in de lot die ingebring om die prins te beïndruk. Na pauze het hy nie weer teruggekomen. Kom ons sê maar, dat hy dit reeds in Engeland gesien het. In 1931 het Pretoria nog een theater gekry, die Capitol op Kerkplein. Die openingsaand was een deftige geleentheid. Vroeger het die auditorium so gelyk, deftig en elegant, versier met prachtige marmerbeelde. Toch jammer dat ook hierdie theater later as 'n bioscoopzaal gebruik is. Toe was er die mode om vroeg in die ochend om 7 uur ontbijtvertonings te hou. Voor die vertoning moest je betaal, maar die koffie en eetgoed was verniet. En nog later. Die Capitol staan vandaag nog op Kerkplein, of liever die gebouw staan nog. Die is al in 1947 als theater gesluit en wacht nu net op die stootskrabbers. Ons kon nog iets vastvang en wegbere van die oude sfeer van die eens so deftige theater vir later, as ook die oude gebouw net een vae herinnering sal wees. Die Capitol was die tweede van African Theatres, een zogenaamde atmosfeertheaters, wat na die komst van die klankprint in al die grootstede van ons land opgerig is. Een bijzondere kenmerk van hierdie theater was een ingangsportaal wat na een ruim en weelderige foyer geleid het. Die Pretorianers was met recht trots op die nieuwe theater. Dit was mooi en deftig. De architect was John Ibbison. Een Johannesburgse kunstenaar, Albert Mason, was verantwoordelijk voor die twee muurschilderijen aan weerskanten van die trap. Die trappen leiden naar ruim promenadevlak, waar die theatergangers gedurende pauze gezellig kon verkeren. Dit was een baie gerieflijke theater. Die verhoog was groot en technisch goed toegerust. Daar was voldoende kleedkamers, rustkamers, luchtreling en bijzonder gemakkelijke stoelen. Generaal J.B.M. Herzog het die Capitol geopen en die program voor die jeugdige geleentheid het uit een groot verscheidenheid items bestaan, soos sangnommers, filmvertonings en selfs orreluitvoerings op die destijds so gewilde Wurlitzer orrel.
Van die oude sfeer van die eens so deftige auditorium het daar weinig oorgeblei. Net hier en daar is daar nog een onbeskadigde oorblijfsel wat herinner aan hoe dit vroeger gelyk het. Die première van die Afrikaanse film, Hier's ons weer. Dit was lang geleden, want toen was Dr. Dave Malang nog eerste minister. Pierre de Wet, die regisseur, samen die sterren, Frederik Burgers en die zangeres Handy van Nieken. In het jaar 1912 werd die briljante financier Isidore William Schlesinger geïnteresseerd geraak in die vermakelijkheidswereld. Spoedig het hy die monopolie verkry in die film- en theaterbedrijven. Schlesinger het voortgegaan met die beleid van zijn voorgangers om gereeld wereldberoemde kunstenaars naar Zuid-Afrika te brengen. Mevrouw Schlesinger. Zij was voor haar trouwe die actrice Mabel May. Zij het in baie van die vroegere Zuid-Afrikaanse rolprinten gespeeld. Marie Tempest. Hierdie beroemde actrice en haar man Graham Brown was van die eerste acteursparen wat door African Theatres naar Zuid-Afrika gebring is. Lady Forbes Robertson, die actrice Gertrude Elliot, het ook naar Zuid-Afrika gekomen. Zij was baie gewild en het gespeel in Woman to Woman en The Sign on the Door, treffers van destijds. Best wishes, Ruby Miller. Sy en die acteur Charles Carson het in His Majesty's gespeel in The Edge and Beyond, The Little Damoiselle en Polly with a Past. Ruby in haar kleedkamer. Is daarom lekker om een ster te wees. Nog net zo hier en daar rechtelijk en dan op die verhoog. Ruby en haar medespelers, een blaaskansie tussen repetities. Nog een talentvolle actrice was Irene Van Braa. Zij is vergezeld door Dion Boucicault. Hulle het in His Majesty's opgetreden was vooral gewild in Mr. Pym Passes By. 1914, een oorbekende datum, die Eerste Wereldoorlog. Voor Zuid-Afrika zou dit verrekende gevolgen hebben, ook wat die theater aan betreft. Uit die aard van die zaak kon kunstenaars en vermakelijkheidsgroepen van oorsee Zuid-Afrika toen niet meer zo gereeld bezoek nie. Maar plaatselijke acteurbestuurders, zoals Leonard Rein, het die theater levendig gehou en voortgegaan met hulle opvoerings. En die amateurtoneel het dwars die land een groot opbloei beleef. Generaal Smuts bezoekt die Zuid-Afrikaanse troepen aan die gevechtsfront. Thuis collecteer die dames voor oorlogbehoeftiges. In 1918 loopt die oorlog ten einde. En in 1919 het generaals Louis Botha en J.C. Smuts teruggekeerd van die vredesconferentie. Een juichende skare het hulle by die Uniegebouw ingewacht. Maar een paar maanden later het Zuid-Afrika gerouw oor die dood van generaal Louis Botha. Na die oorlog het Zuid-Afrika, soos die rest van die wereld, moeilike tye beleef. Die levensduurte was hoog
en daar was allerlei politieke onrus. In 1921 was die depressie op sy ergste en swaar kry en leiding het geweldige afmetings aangeneem. Daar was tevredenheid en onrus onder die werkers. In 1922 het die mijnwerkers op die Witwatersrand gestaak. Dit het later geleid tot botsings tussen die stakers en regeringstroepen en baie mense het in die struwelinge omgekom. Al hierdie gebeurtenisse het 'n negatiewe uitwerking gehad op die vermaaklikheidswêreld. Maar tog het theaterbedrywighede voortgegaan en kort voor lank het sake weer in normale gang gegaan wat vermaaklikheid aanbetref. Verder het allerlei nuwighede na die oorlog van Oorsee na Suid-Afrika oorgewaai. Die publiek was maar te gretig om alles na te volg en spoedig was ook Suid-Afrika deel van die ontstuimige 20er jare. Ragtime muziek en die tango is reeds voor die oorlog hier gespeel en gedans. Jazz was die jongste gier en allemaal het geboogie-woogie, geswing en gejive. Nieuwe gieren wat vrouwenmodes aan betreft werd natuurlijk ook niet achtergebleven. En in 1923 het allemaal in Suid-Afrika gesing Yes, we have no bananas today. Kijk net hoe bezig is Johannesburgse middenstad in die 20er jare. Verkeerspolisie het toe reeds hulle handen vol gehad om voetgangers veilig oor die bezige straten te help met so baie vinnige motors en trams in die ronde. Voor ontspanning was daar ook tijd. En boonop het allemaal in 1926 die Charleston begin dans. Het was ook die jaar waarin Johannesburg sy 40ste verjaardag gevier het. Daar was optochten en feestelijkheden en die mensen die straten volgepakt om aan die feestvierings deel te nemen. Dit was voorwaar die vrolijke 20er jaren. Kaapstad weer het in 1927 feest gevier en daar vieren mense die feest sonder die klopse nie. Met aanstekelijke vrolijkheid het hulle die straten oorgeneem tot groot vermaak van die toeskouwers. Die pier in Kaapstad is reeds in 1913 vir die publiek opgesteld. Dit was een groot aardigheid vir die mense om daar te vergader. Een orkest het muziek gemaakt en dikwels is allerlei competities daar gehou, soos in 1927 toe die kinders filmsterre moes voorstel. Dit was alles deel van die Kaapse feestvierings. En African Theatres het voortgegaan om beroemde kunstenaars naar ons land te brengen. George Ralph en zijn gezelschap het Zuid-Afrika vroeg in 1924 bezoek. Hulle het in His Majesty's opgetree. Morris Moscovich en zijn gezelschap vergapelen aan die ratse mijndansers van Johannesburg. African Theatres het altijd baie moeite gedoen om die bezoekende acteurs te laten thuis voelen. Zoiets had hulle beslist nog nooit van tevoren gezien. Er is ook niet allemaal wat gelukkig was om een geschenk te ontvangen. Leon M. Lyne en zijn hoofdspeelster Renee Kelly het in 1924 uitgekomen. Als acteurspaar was hulle baie gewild. Hulle groot treffer was The Chinese Puzzle. Nog een acteurspaar in die 1920s was Mary Glynn en Dennis Nielsen Terry. Die twee het in rillers opgetree soos The Ringer en The Cat and the Canary. Nog gewilde acteurs van destijds was Owen Nares en zijn hoofdspeelster Mary Polini. En er is Percy Hutchinson. Hij het gewoonlik die rol van een speurder vertolk. Die beroemde Phyllis Nielsen Terry, wat zo mooi gespeeld het in Sweet Nell of Old Drury. Daar was groot opgewondenheid toen Arthur Boucher in 1927 in Kaapstad aangekomen het. Hierdie hoogst professionele ouheer het in Johannesburg ziek geworden en is ook daar oorlede. Tijdens zijn laatste optreden, toen hij reeds dodelijk ziek was, het hij nog aan medespelers gezegd: Get on with it, my boy, get on with it.
Die actrice Muriel Starr, fijn uitgevat volgens de jongste mode uit die 20er jaren, met Jackal spel sie compleet. Sy en haar geselskap het die beroemde Londense successtuk Secrets hier kom opvoer. Om geld in te samel vir 'n kinderhospitaal, het 'n klompie actrices ingewillig om sokker te speel teen die meisies van die Suid-Afrikaanse spoorweë. Ruby Miller, die ster van die opvoering, The Edge and Beyond, skop af. Het lyk of die hele Johannesburg opgetrek het om die betalje te aanskou. Nog een goedaardigheid van die 20er jare was cricketwedstrijden op die Wanderers tussen acteurs en of die technici van African Theatres of die pers of selfs die nejokkies. Ter het latere instelling geword waarna die publiek gretig uitgezien het. Is ook net een klomp acteurs wat so te kere kan gaan. Franklin Dial en sy spelers kom in Tafelbaai aan. Een lekker vooruitsig vir die theatergangers. By hom staan sy hoofspeelster Mary Merrill. En hier is die trein na Johannesburg, waar hulle in His Majesty's Theater sal optree. Dame Sybil Thorndyke in Joan of Arc, een van die heel grootes van haar tyd. In 1928, op die toppunt van hulle roem, het sy en haar man Sir Lewis Casson Suid-Afrika besoek en 27 jaar later het hulle teruggekeer. Well, we're delighted to be back in South Africa again. We enjoyed it so much 27 years ago that we've always longed to come back and here we are back again. We cried our eyes out when we left it 27 years ago and always meant to come back very soon, but we never did. And this year, of course, we were going out to Australia to do just 4 months recitals, stayed 19 months, and then said, let's go to Africa on the way back. Hulle twee dogters, Mary en Anne, het hulle tydens hulle eerste besoek vergesel. Toe sy in Johannesburg aankom, was daar hope bewonderaarsbriewe om die Grand Dame te verwelkom. Sy was 'n merkwaardige actrice wat die vermoë gehad het om beide drama en komedie met ewe groot sukses te vertolk. Guy Newell en Dorothy Batley het in 1929 in His Majesty's opgetree en die jaar daarna het die pragtige en talentvolle Olga Lindo Suid-Afrika besoek. Sy was ook weer een van die met vele talente. Sy het gespeel in The Patsy en Clothes and the Woman. Maar die plaaslike dames van die uitbundige 20er jare het ook nie op hulle laat wag nie. Dit was vir jou mannekein parade om te onthou. Die jongste modes uit Parys. En so die manne gelyk in hulle nuwerwetse swemdrag. En al wat leef en beef het natuurlik ge-Charleston en daarvoor moes jy kon wikkel. Olive Sloan was nog 'n actrice wat in die uitbundige tye Suid-Afrika besoek het. Ellen Doon en sy hoofspeelster Edna Keely het verskeie kere na Suid-Afrika gekom en altyd gewilde Ierse stukke soos Lucky O'Shea, Lorna Doone en Captain Kidd hier opgevoer. Hy was die spreekwoordelike matinee-held en die vrouens was gaande oor hom. Hy het daarvan gehou met vinnige motors rond te jaag, was uitstekende skut, en as het by die drankies kom, het hy glo ook nie op hom laat wag nie. Hy kon soms baie moedswillig wees. In Johannesburg het hy een aand vanuit sy kamervenster in die ou Carlton Hotel na die straatligte begin skiet. Natuurlik met groot sukses. In 1920 het hy op Boysens in Johannesburg tot groot vermaak van die skare aan 'n kleiduifskietkompetisie deelgeneem en gewen. Maar selde was haar soveel opgewondenheid as in 1935, toe die beroemde Engelse skrywer George Bernard Shaw Suid-Afrika besoek het. Beskeie was hy beslis nie. Good morning, South Africa. I am told by a number of friends who have met me just on my landing that you are particularly anxious to see what the animal is really like. Well,
Here he is. Here I am. I am very nearly 76 years of age. I am a fairly respectable character, considering my political opinions. And there's no use in asking me what I think of South Africa, because I haven't seen it yet. And as a matter of fact, I'm not thinking about South Africa. I am thinking about my breakfast, which I have been trying to get for the last half hour. And the gentlemen of the press and the gentlemen of the camera and my labor friends, they have all been keeping me from getting my breakfast. Now, all you want to do is see me. Now you see me with my celebrated genial expression, which I am putting on expressly for you. You see me full face. Now, you would probably like to see me in profile, accordingly. I turn round. Is that all right? Oh, you think you would like the other profile? Well, I will give you the other profile, and incidentally, you will see the back of my celebrated head. Got that? Now I will put on a more dignified expression. This is the way in which I generally address a public meeting. You will perhaps have an opportunity of seeing that expression later on. Now, are you quite satisfied? Thank you, ladies and gentlemen. I am very glad to be amongst you. And I hope you are equally glad to have me amongst you. In 1937, kort voor die oorlog, het Elliot Makem, Judy Kelly, Giles Isham en andere spelers van Londen gekomen om hier een Rullers op te treden. Die type stuk heeft altijd groot bijval gevind. Nog een groot theatergebeurtenis in die 40er jaren was die komst van Moira Lister. Hierdie Suid-Afrikaanse actrice heeft groot roem oor see verwerf. Goeienaand, dames en heren. Dit is wonderlijk om in Pretoria te wees. Dit is ook een groot genoeg om u allemaal hier te zien. Of course I could do the whole program in Afrikaans if I tried. It'd take 2 or 3 years, but I'd make it. Well, I must say it's wonderful to be back here in Pretoria, and especially at Jacaranda time. Oh, and talking of Jacaranda time, I must tell you, I was standing, looking up at the Fort Drake Monument, under one of those beautiful jacaranda trees, you know, with all those beautiful mauve flowers all around me, looking, I thought, rather glamorous. And a young lady came up to me and asked me if I minded if she took my picture. Well, I smiled rather sweetly at her and said, of course, I'd be delighted. Do take it. Well, she stood there for a very long time, not doing anything, just staring at me. And eventually I looked rather inquiringly at her, you know, hoping she was going to take the picture. Then she swallowed very hard and she said, oh, Miss Lister, said, you're very, very lovely. Are those your own teeth? African Theatres het 1952 die Old Vic-spelers naar Zuid-Afrika gebring, natuurlijk tot groot blijdschap van elke Shakespeare-liefhebber in die land. Die Suid-Afrikaanse regisseur Leonard Schach het in 1960 die beroemde Engelse actrice Dame Flora Robson welkom geheet. Dit was haar eerste bezoek aan Zuid-Afrika. Zij zou hier optreden in The Aspen Papers, een stuk waarmee zij in Londen groot succes behaalde. 1913 tot 1938. African Theatres bijdrage tot het Afrikaanse theater over 25 jaar. Ja, zo het hulle deur die jaren gereeld gekomen, die grootsterren van die vermakelijkheidswereld. Van variété-kunstenaars tot beroemde toneelspelers, sterren en koreens en revues, pantomimes en muziekpleisspelen. Om hulle silverjubileum te vieren, het African Theatres beroemde vermakelijkheidskunstenaars naar Zuid-Afrika laat komen en een Jubilee Variété is in die Empire Theater aangebied.